Dames en heren, jongens en meisjes, daar ben ik weer na 2 weken. Ik had het heel druk met mijn werk en zo en andere dingen. Ik had het echt heel druk. Ik ben mijn werk weer begonnen en de voetbaltraining is weer begonnen. De wedstrijden gaan ook weer beginnen. Onze competitiewedstrijden. Dat is ook al bekend wanneer we spelen, maar ik heb nog niet gekeken op het schema. Maar dat ga ik jullie zo snel mogelijk laten weten. Dat komt nog, dat volgt nog. En ik wil jullie vertellen, het aanstaande bloemencorso Eelde gaat beginnen. Even kijken. Bloemencorso Eelde, werk aan de winkel, 5 en 6 september 2020. Waar ik aan de ons wagen mee werk. En ik werk hier aan de wagen van mijn eigen wagen, Econstraat. Dat is mijn wijk. Dat is mijn wijk waar ik werk. En we hebben de ontwerpen hebben we hier. Even kijken. Werkende mieren, pitstop, maandag wasdag, handen tekort, goudkoorts, chaos, watlopen, de vormgever. Even kijken. Wat nog meer. Op de boerderij, de zoolkeeper. Nick Kaver Art. Plastic Fantastic. 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 Even kijken. In de nesten. In de nesten. Even kijken hoor. De verfabriek. Hoogwerkers. Bob de Bouwer. Werk aan de winkel. Goed gereedschap is het halve werk. Monnikenwerk. De bezige bij. Stropers. En even kijken hoor. En Koer 03047. En dan hebben we de laatste. Is watlopen en vormgever. Dus dat zijn onze corso. De tekeningen. Dat is 27 januari is het bekend geworden. En 6 maart wordt het bekend wat wij gaan bouwen. Onze Korswijk, Econstraat, EON omstreken. 6 maart horen jullie verder. En dan gaan we even door naar, even kijken, naar Google. Even kijken. Even kijken hoor. Auto. Ros. Moet ik even kijken. Wanneer de autocross hier weer is, wanneer ik dat ook weer ga filmen voor jullie. 21 juni, eerste cross op zondag 21 juni. En tweede cross is op 23 augustus. Dus mochten jullie weer nieuwsgierig zijn en kijken naar de cross, dan ga ik daar ook weer filmen. 21 juni en 23 augustus. Dus dat is in ieder geval weer de vooruitzichten. En dan van 28 tot en met 4 september. Dat is volgens mij augustus. En dan de 28 augustus tot en met 4 september staat er een feesttent hier in het dorp. En dan ga ik daar waarschijnlijk ook heen. Dan ga ik ook weer filmen als er artiesten zijn. En dan, dan zullen jullie ze alweer gaan zien. Het wordt hartstikke leuk weer. En wat wij hebben gedaan. Wij zijn naar de wedstrijd geweest. Amsterdam, FC Groningen, Ajax. 2-1 gewonnen, dames en heren. Wat een wedstrijd. Niet normaal. Heerlijk. 2-1 gewonnen. Hoppakee. Hoppa. 3 punten. Dus ja, dames en heren. En dus ik ben weer helemaal terug op YouTube. En Donar is door naar de... die zit in de kwartfinale van de NBB-beker. En die heeft thuis al gewonnen. Met Feyenoord basketbal en dan ze hebben dik gewonnen thuis en moeten ze nog 1 wedstrijd uit in de kwartfinale in Rotterdam, de return. En dan gaan we door naar de halve finales van de NBB beker. En Zwolle is ook al door en volgens mij is Ares Leeuwarden ook door. Maar goed, we gaan zien tegen welke we gaan loten in de halve finale. Het wordt spannend. Dus mochten jullie geïnteresseerd zijn wat wij weer gaan doen de komende maanden,
dan zullen jullie het wel gaan horen. En ik heb ook nog leuk nieuws. Wij gaan ook op vakantie. Van 9 maart tot en met 19 maart. Want wij hebben hier ook een B&B, bed and breakfast. En er komen mensen hier dan. Die komen hier slapen. De 20ste en de 21ste. Dus dan gaan wij dus weer op donderdag 19 maart komen wij weer terug van vakantie. Mocht je geïnteresseerd zijn waarheen, dan hou ik nog even geheim. Ik wil jullie nog niets laten, nog niets vertellen waar we heen gaan. Dat blijft nog even een verrassing. Maar als jullie geïnteresseerd zijn, zet het in de comments waar we heen gaan. Waar jullie denken waar we heen gaan. Dus zet het in de comments en laat het even weten. Want het is altijd leuk om te kijken waar wij heen gaan. Als iemand het raadt, dan zeg ik het in ieder geval. Dus ja, mag je geïnteresseerd zijn, dan hou ik jullie weer op de hoogte. Dus dit was weer even een leuke video om even gewoon even te praten over dingen en zo.